Hey! Hallo in mijn de ballen. 1, 2. Oh, zo hard. Oh, jongen, ik zweer, dat vind ik echt eng. 2. Mam. Kijk. Dag. Anders als gewend. Samen in bad. Welkom bij een nieuwe ochtend. Het is tweede kerstdag en ik heb al gewerkt. Ik ben klaar. We waren met z'n vijf aan het werk, zodat we allemaal een korte ochtendroute hadden. En allemaal een beetje op tijd klaar zijn, dus dat is fijn. Ik ben al onderweg naar huis. Hoe ziet onze tweede kerstdag eruit? Dat is gewoon lekker samen met ons gezinnetje. Normaal gaan we op tweede kerstdag naar mijn schoonmoeder toe, maar dat ging dit jaar niet door. Ik moet, vanavond moet ik ook werken, dus ik denk dat wij vanmiddag even met de kindjes naar een indoor speeltuin gaan en gewoon eventjes lekker met hun gaan spelen en genieten. En vanavond gaan we lekker eten bestellen voordat ik moet werken. Dus een lekker dagje gewoon met ons gezinnetje vandaag. Dat is ook leuk, ook gezellig. Dus we nemen jullie weer mee met onze tweede kerstdag. Nou, ik kom thuis van het werk en Klen is aan het stofzuigen, want mijn eerste bal van Liano is kapot gevallen. Wie heeft dat gedaan? Ik. Wie is ik? Milena? En nu? Nou. Nou, deze jongen is de fles aan het drinken. Ai. En dan gaat hij naar bedje toe, gaat hij slapen. En als brunch gaat Klen vandaag lekker mentholteefjes maken. Nog even iets anders, zoals afvalbroodjes en alles. Dat hebben we nou 2 dagen op, dus ik had zin in iets anders. Dus dan gaat Klen lekker voor ons maken. Oh, kijk eens wat heerlijk, een mentholteefje. En dan is hier nou nog een pannetje scramble egg erbij aan het maken. Goed bezig hoor. Wat heb jij? Heb je dorst? Wil je een beetje melk? Appelsap. Wat wil je dan? Appelsap. Appelsap? Dan krijg jij appelsap. Mama, jouw bekertje doen? Ja. Ja? En toen waren we in één keer... Ja! Waar zijn we? Bij de indoor speeltuin. Liano heeft geslapen. En dan zijn we hierheen gegaan. We gaan Liano eerst fruitje geven. En dan lekker spelen. Lekker je fruitje eten. En Liana heeft ook net zulke oogjes als Milena. Dus hij is elke keer heel verdrietig en dat komt echt daardoor. Maar, met pijnende oogjes hè. Ja. Het ook niet echt. Nee, kom Milena. Kom. Zo terug. Oh, je hebt je schoenen nog aan. Dat mag niet, nee. Doe maar snel uit. Dit is de eerste keer dat Liano nou eigenlijk ook hier een beetje is dat hij iets kan, maar hij wil niks. Liano. Kijk die oogjes. En we hebben hem net thuis wel een zetpil gegeven, dus hopelijk werkt hij zo. Maar hij vindt echt niks goed. Echt zo zielig. Milena zit dan hierin. Die kruipt daar. Die vermaakt zich wel lekker. Milena, ga eens van deze glijbaan. Milena en Liana hebben dezelfde kersttrui aan. Ah, hij heeft een mooie glittertrui aan. Dat we nog wel in de kerst weer zijn. Tweede kerstdag. En Liana zit een beetje om zich heen te kijken. Ga maar kijken van de glijbaan. Kom, mama, maar jou helpen. Moeten we hier erin? Kom maar. Gaan we samen klimmen. Gaan we samen zoeken. Milena weet niet hoe ze van de glijbaan komt. Kijk eens, Milena. Ja, je kan hier, maar je kan ook hier. Ik denk, kijk maar. Hier moet je heen. Dan hier omhoog.
kijk. En daar is dan de glijbaan. Pas mama wel. Gaat net. Hij wordt ook een beetje vrolijk nou, hè? Zal ik wat ballen pakken? Hij gaat hard deze, hè? Ja. Nou, daar komt zo, hè? 1, 2. Oh, zo hard. Hey. Blokjes. Hey, bouwen. Ja. Milena, niet voor de glijbaan zitten, want die glijbaan gaat heel hard. Dan kom een kindje dadelijk tegen jou aan. Kom een beetje aan deze kant zitten. Hey. 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 Ik zag het. Die ballen gooien. Hij gooit gewoon echt heel hard die ballen. Oh! Niet tegen je broertje, tegen papa. Ja! Hou nou op. Achter, jongen. Oh, kappen nou. Ja, jouw vader. Samen klimmen in de goot, hè? Ja? Gaan we hier omhoog? Helemaal omhoog? Ja? Wat is er met die jongen? Daarmee botsen. Oh, deed je daarmee botsen? Oh. Oh, hier heb je ook een hele hoge glijbaan, Milena. Zie je dat? Zullen we van die gaan? Die gaat denk ik ook echt heel hard. Kijk. Zullen we van deze glijbaan samen? Oh, dat is geen glijbaan. Dat is klimmen. Op zoek naar een... Oh, kijk dan. Durf je hierop te staan? Durf je daarop te lopen? Ja. Kijk, dan kun je even naar onder kijken. Vindt mama eng, hoor. Mama durft dat niet. Kijk, durf je naar beneden te kijken? Op de buik doen. Ja, mama vindt dat eigenlijk heel eng. Houd aan mijn gewicht wel. Anders is het gewoon weg. Het moet wel. Oh jongen, ik zweer, dat vind ik echt eng. Mama komt. Mama vindt het echt eng hoor. Dat je het niet eng vindt. Kijk eens, hier heb je wel een glijbaan. Wil je van deze? Ja. Kom, gaan we van deze. Gaan we hier zelf of gaan we samen?
Oh, ze gaat al. Kijk, hier heb je die. Wil je blauw of groen? Ja? Ja, gaan we? Ja. 1, 2. Waar ben je? Hey. Ik kan nog een keer opnieuw. Nog een keer? Ben je dat? Ja? Goed voor jou hoor. In de ballenbak. Oh, Liano. Oh. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Zit hier in de ballenbak? Oh. Ja. Ik vind het nog vreemd de eerste keer in de ballenbak. Milena, waar is papa? Waar is papa? Waar is papa nou? Ik zie hem niet hoor. Waar dan? Waar? Milena weg. Oh. 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 Papa, hou op. Zit Liano in mijn de bal, hè? Daar is hij weer. We hebben even een pauze, hè? Even lekker fruitje. Lekker. Vind je het leuk? Lekker glijden, lekker spelen. Mama neemt even een koekje. En papa die ligt dan daar met Liano. Liano die zakt wil, die werkt wel. Hij is gelukkig weer vrolijk. Hij is weer gelukkig aan het spelen. Gewoon lekker leuk aan doen. En wij zitten even hier, hè? En zo. Ook tijd voor Eliano's boterhammetje, hè? Ja, maar ook, ja. Lekker happen. Lekker happen, lekker boterham, hè? Kijk, en als jullie goed zien, kijk die oogjes. Echt zielig, die oogjes. Milena is het net niet meer, die is nog bijna over, nou heeft hij het. Hier. Hap, hap. Ben je aan het fietsen, hè? Kan je trappen? Ja. Kan je dat? Goed zo, laat zien aan mama. Wilde haren. Wilde haren. Laat zien aan mama. Goed zo. Hey. Goed zo. Yeah.
Hiep, hiep. Eventjes terug van de indoor speeltuin. De kinderen hebben even geslapen. Of ja, Diano. Milena heeft op de kamer zitten spelen. En Glenn en Milena zijn nou het eten ophalen. Want voor de tweede kerstdag gaan we lekker sushi en vleeskrijgjes eten van het restaurant Suizen. Dus ik ga even de tafel leuk dekken. Zo, ze zijn thuis van het eten halen. Milena heeft een heerlijk bord. Ze heeft wel iets van het restaurant. Lekkere kip, hè? En wat hebben papa en mama? Sushi staat nog meer in de koelkast. Cheese roll, Tori Pango ligt al bij hem op het bord. Beef. En zalm. Eet smaak. En Liano, even lekker. Nou, weet ik het, hutspot of zo. Eet smakelijk. Papa. Mag papa niet paar frietjes? Wel toch. Net of jij dat allemaal opeet. Papa. Eet papa dat allemaal op? Ja. Dan moet ik het leeuwen. Oh, moet jij dan nieuw? Ja, maar mama kan zo frietjes bijmaken. Oh, man. Als jullie frietjes willen. Pita. Pita. Lekker gegeten. En om deze kerst af te sluiten, wat gaat papa buiten doen? Gelukkig. Gaat hij een potje afsteken voor Milena. Zo, Milena, gaan kijken hier achter het raam, hè? Kijk. Kijk, Liano. Wauw. Oh. Merry Christmas. Mooi. Mooi? Ja. Ja? Nou, nog 1 week. Dan gaan we meer vuurwerk afsteken. Dan mag je ook mee naar buiten. Oh, ik ben klaar met werken. En wij hebben vandaag nog geen toetje gegeten na het eten. Want daar hadden we geen tijd voor, omdat ik moest werken. Dus ik sta nu bij de... Sorry. Bij de McDonald's even McFlurry voor mijn Glenn halen. Want Glenn die is nou toch de kinderen op bed leggen. Ik ben klaar, dus dan kunnen wij nog een toetje. Want dat hoort er wel bij met kerst, vind ik. Dus ik dacht, nou ja, ik had verder geen ijs of zo in huis. Dus ik dacht, lekkere McFlurry smaakt altijd goed, hè. Dus die neem ik zo mee naar huis. Ik dacht dat jij al deed slapen. Ja. Maar mama heb je ze meegenomen. Dat wil je zeker ook. Waar is papa dan? Papa is in bad. Is papa in bad? Ja. Oh. Oh. Toetje. Ik heb Toetje meegenomen. Ik geef hem aan Milena. Nee. Nee. Wil je? Ook in bad. Ook in bad. Ja. Jij hoort op bed te liggen. Ja, jij moet slapen. Ja. Nou, hey. Proost hè, op ons toetje van kerst, tweede kerstdag. Anders als gewend. Samen in bad. En dan ook nog deze spook erbij. Nou. Eet smakelijk. Zo, wij zitten lekker op de bank met de laatste stukjes sushi's die we nog hebben. Dat waren de kerstdagen. Weer de kerstdagen zijn voorbij. Op naar die van volgend jaar. Wij gaan ook deze vlog afsluiten. We gaan de sushi opeten. En we zitten lekker tv te kijken. Dus bedankt allemaal voor het kijken weer naar deze vlog. En we zien jullie bij de volgende. Doei.